Welkom, 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 lekkere mensjes, lekkere hutsertjes. Vandaag zijn wij hier met weer een fantastische nieuwe Weekendleague video. Jawel, jawel, jawel. Oh, oh my god. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Vandaag spelen we met het team van Nieuwe Minder dan Matty. Zijn logo past bij hoe ik over hem denk. Hij is namelijk een enge rat. Een hele, hele enge rat. Ik wist niet dat hij een ratlogo had, maar het logo heet dus letterlijk enge rat. Wat mooi, wat fantastisch. Dit is zijn absolute wereldteam. Dit is echt fantastisch. En, ja, ik zeg het liever niet, want ik wil niet alvast de video spoilen, maar ja, top 100, dat moet wel lukken. Ja, 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 ja. Ja, in de video met Raoul's weekly team zei ik van, ik heb een polletje geplaatst, die heb ik niet geplaatst. Die video, maar deze video wel. Een polletje in beeld, jawel. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker. Kan hier beneden. Ben je op zoek naar PlayStation te goed of Xbox te goed of live, Xbox live of op PlayStation Plus of Roblox of Blizzard kaarten of Spotify, ga naar xboxgroep.nl. Ga gewoon, koop daar je te goed kaarten, koop daar alles, ook mondkapjes tegen corona. Nee, dat verkopen we niet. Mocht jij nou denken van, ik ben bang dat ik het coronavirus krijg, ja, boeien, je bent jong, je gaat toch niet dood. In ieder geval, dit gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Laten we maar meteen beginnen met pot nummer 1. En oh mijn god, als we zo gaan beginnen, allemaal Tantu, goeie, Tizi, Sokko en Ben Yedder. Oh mijn god. Nu dacht ik over de team die eerst ging hebben. Nee, dat boeit me helemaal niks. Die Ben Yedder en die Sissoko, dat zijn degenen waar ik me zorgen om maak. Maar ik ben natuurlijk de grootste hutser van Nederland en een fantastische e-sporter. Ik ben de enige e-sporter van de wereld die niet zeikt op het spel. Want als je het spel zo vervelend vindt, ga je lekker een ander spel spelen. Jawel, jawel, doe je toch lekker dat. Als je werk zo kut vindt, zoek je toch wat anders. Ja, zo makkelijk ben ik ook alweer. We komen op 1-0 voor door Jopie Cruijff. Op 2-0 door Mbappé. Mensen, leuk dat je kijkt. Hoe lang gaat dit leuk blijven? Dat vraag ik me af hoe lang dit leuk gaat blijven. Trouwens, even tussendoor. Oh mijn god, ik weet niet of deze video online komt. Ik denk dinsdag, woensdag. Hoop ik. Editor schiet even op. Godverdomme. OC Tutu heeft een goal gemaakt. En 2 assists gegeven als rechtsbuiten. EA, als je luistert, alsjeblieft. Geef die Venda gewoon een inform. Doe het. We komen daarna ook op 3-0 door Jopie Cruijff. En Jopie met de hattrick. 4-0. Lekker zeg. Hey, Rage Quit. We staan 1-0 in de Weekend League. Pot nummer 2. Zullen we een Ben Yedder counter gaan gebruiken? Want dit is namelijk Ben Yedder nummer 2 in pot nummer 2. Oh, wat een lekkere, lekkere counter. We komen op 1-0 voor door Mbappé. Nee. Ik ga het gewoon niet meer doen. Yo, mensen! Hij komt op 1-1 door. Ja, Ben Yedder. Ja, je verwacht het. Ik scoorde 2-1 met Mbappé. Yo, mensen. Vandaag weer een nieuwe ASMR celebration van Mbappé. Yo, mensen. We komen op 3-1 door Ronaldo. Oh, die mensen die het geluid harder hebben gezet om dat ASMR lekker te luisteren. Om daarna een beetje kunnen aftrekken. Nee. Jij hebt nu echt oorschade. Spijt me. Hij scoorde 3-2 met Mbappé. Hij doet niet de Yo, mensen celebration. En dan denk je, deze overwinning is binnen. Nee, want in 2 minuten komt hij door met Palacios. En schiet hij en scoort hij. Pijnlijk. We gaan verlengen en ja, ik kan natuurlijk weten, hij heeft een speler ingebracht. Ja, super Kubo. Kubo, mijn held, mijn superheld. En die doet het. Hij scoort gewoon tegen hem. Hij scoort gewoon de 4-3 met een finesse shot. Ja, en dat kan hij. Ik weet dat hij dat kan. Ongelooflijk niet beter dek, want ik weet wat hij gaat doen. Maar we laten het natuurlijk niet meer zitten. En Mbappé scoort de 4-4. En jawel, daar hoor je het opkomen. Jawel, jawel. Het is weer tijd voor de loterij. Jawel, jawel, jawel. De penalties. Allereerst penalties voor hem. En oh, ik stop hem. Ik stop hem gewoon. Wat lekker. Dan kom ik. Oh, ik score. We staan al voor. Het is ongelooflijk. De penalty daarna, die scoort hij ook. De penalty daarna, scoort hij ook. Hij mist de penalty. Ik score hem. En onze teren staan een mist gewoon weer. We winnen. We gaan 2-0 in de Weekend League. Maar wel nu al met penalties. Dat is niet echt een heel goed teken. Nee, niet echt. Wedstrijd nummer 3. Geen Ben Yedder. Oh mijn god. We komen 1-0 voor. We komen 2-0 voor. Rage quit. 3-0. Potje nummer 4. Ja, tja. Wat is voor team? Ja, geen team. We komen 1-0 achter. Dat dan weer wel Butragueño. Maar we laten natuurlijk niet over ons heen lopen. Nee, natuurlijk niet. Ronaldo scoort de 1-1. Ons Jopie scoort de 2-1. 3-1 door Mbappé. Ja, mensen! Oh, mensen! En de 4-1 door Jopie. Mijn tegenstander is weg. Gewoon een loose. En we gaan 4-0 in de Weekend League. Jongens, een kleine race quit counter toch wel? Ja, we zitten nu op 3 race quits in 4 potjes. Dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Nee, ik zeg gewoon eerlijk, Stef, nadenken. Is dat slecht? Nee, absoluut niet slecht. Pot nummer 5. Slecht team. Ik heb heel leuk die Ben Yedder dingen ingedaan aan 2 potjes. Daarna is er gewoon helemaal niet meer erin voorgekomen. Ik speel geen 1 keer meer tegen deze week. Nee, dat is niet waar. Dat is natuurlijk niet waar. Ik kom op 1-0 door een wereldgoal van Ronaldo. Fantastisch binnengeschoten. En dan pak Virgil van Dijk goed de bal. En we krijgen een penalty tegen. Jawel, we krijgen een penalty tegen. Maar jullie weten het, jongens. Ik ben die penalty killer. Ik kijk naar die bal en ik weet gewoon, ik ga deze stoppen. En ik kijk en ik stop hem. Natuurlijk. Haha, jullie dachten zo dat hij erin ging. Nee. Ik ben echt een penalty killer. Echt fantastisch. Daarna trapt mijn tegenstander Cruijff helemaal de goden erin. Hij krijgt rood. En dan weet je, rode penalty. Als je deze scoort, is hij weg. De spanning en sensatie. Ga ik hem scoren? Oeh. Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet. Daarna scoort Mbappé wel de 2-1. En Mbappé scoort ook de 3-1. Een rage quit. En we gaan 5-0 in de Weekend League. 4 rage quits. Wedstrijd nummer 6. Weer geen Ben Yedder. Hallo, waar blijft de Ben Yedders? Hallo. Hallo.
Ik zou je de doelpunten besparen, want het waren absoluut geen mooie doelpunten. Absoluut niet. We stonden 3-2 voor uiteindelijk. En toen in de allerlaatste minuut, jawel, 3-3. Ik weet niet wat het is, maar ik kreeg zoveel laatste minuten goals tegen. Maar in de verlenging, 4-3. Ronaldo, lekker, lekker, lekker. We winnen hem. 6-0, jongens. Top 100, we komen. Wedstrijd 7. Weer niet Oh, jawel, daar is hij, hoor. Nummer 3. Jawel, jawel, jawel. Daar is hij, Ben Yedder. We komen op 0-1 achter, helaas, door Ben Yedder. Goede redding trouwens van Ellison, echt goed gedaan. 0-2 door Ben Yedder. Hij maakt ook een 0-3 met MLP. Bijna Ben Yedder, maar die springt over de bal heen. Yo! Ah nee, zijn tegenstander. Ik wil niet bij tegenstander ook juichen. 4-0 door Mbappé. En we verloren deze pot dus. Zoals jullie misschien al door hadden. Want 4-0, ja, daar ga ik niet meer van terugkomen. We gaan 6-1. Top 100 wordt lastig. Maar Elite 1, jongens. We komen. Ik besloot Neymar te halen. Want ik vond die Zola echt niet goed genoeg. Matt was hier niet heel blij mee aanzien. Volgens mij was dit vrijdagavond. Dus besloot Neymar te halen. Dat is ongeveer zijn prime. Voor mij heeft Matt hem ook met 80k verlies verkocht. Nou, dat is knap op zich. Dat is knap. Premium trader ben ik ook. Pot nummer 8. Geen Ben Yedder. We komen 1-0 door Mbappé. Hij scoorde 1-1 met Ødegaard. Hij scoorde 1-2 met Dembele. Wat een meme, jongen. Matt altijd lachen om Dembele. En dan scoort hij gewoon tegen Matt's account. Wordt 2-2 door Jopie. 3-2 door Ronaldo. En 4-2 door Jopie. We winnen hem. 7-1. Pot nummer 9. Weer geen Ben Yedder. Het valt echt reuze mee hoe vaak we tegen hem komen. Ik dacht dat het veel vaker was, maar het valt echt reuze mee. We komen 0-1 achter door Lewandowski. Is ook wel de beste spits ter wereld, dus terecht. 1-1 door Mbappé. 2-1 door Mbappé. Ja, ja. Ja, jongens, 2-2 door Ødegaard. Daar blijven we bij. Dan komt er verlenging. En in de 120ste minuut, jawel. Atal. Leen Atal. Oh, ik ben zo hypocriet. Hij scoort hem. 120ste minuut, 3-2. We winnen 8-1. Pot 10. Jawel, jawel, jawel. Ben Yedder, daar is hij. Nummertje 4. We komen op 1 door Mbappé. Hij maakt, ja, de 1-1. Jammer. We komen op 2-1 door Mbappé. Die scoort echt veel. Dat is echt niet normaal. We scoorde de 2-2 met Sanchez. Renato Sanchez. Wel de shapeshifter versie, maar alsnog. We scoorde de 3-2 met Ronaldo. De 4-2 met Cruyff. En de 5-2 met Neymar. 9-1 in de Weekend League. Hij heeft geen Ben Yedder, maar jezus, wat een team. Ja, ik ben natuurlijk helemaal niet goed in FIFA. Dus deze pot verliezen we kansloos. 5-2. We gaan 9-2 in de Weekend League. Wedstrijd nummer 12. Ik heb het gevoel dat dit een kleine Future Star fan is. Niet te groot hoor, gewoon een kleine. We komen door Mbappé op 1-0. En we komen door Mbappé op 2-0. En dan maakt hij de 2-1 met Greenwood. Op zich niet zo heel erg. Maakt hij ook de 2-2 met Greenwood. Het begint al iets erger te worden. En maakt hij ook de 2-3 met Greenwood. Dat is toch wel vrij vervelend. Daardoor verliezen we deze wedstrijd. We gaan 9-3. Pot 13. Jawel, daar is hij weer. Maar hoezo staan Ben Yedder en Sissoko hier zo? Draai ze gewoon lekker om. Wat is het voor onzin? Draai ze gewoon om. Lekker Ben Yedder en Sissoko Center. Dit slaat nergens op. Oké, dit was wel de feit dat we tegen Ben Yedder kwamen trouwens. Net zoals je hier kan zien. Ting, ting. Tegen goal. Ting, ting, tegen goal. Door iconen. Binnenkant paal, binnenkant paal. Scoorde 1-1 met uiteraard. MLP. De 2-1 met uiteraard MLP. Die heeft echt veel gescoord. Niet normaal. De 3-1 met Jopie Cruijff. En de 4-1 met Ronaldo. Hey, racequit. 5 racequits nu in totaal. En we gaan 10-3 in de Weekend League. Pot 14. Deze man speelt 3-5-2. Nou, dat mag natuurlijk nooit verliezen. Kom op 1-0. En flinke poepgoal. En op 2-0. MLP'tje weer. Ja, uitstekend. Heerlijk. Weer 2 goals van MLP. Die scoort echt aan de lopende band. En racequit. Lekker. Racequit 6. 11-3. Wedstrijd nummer 15. Weer tegen Ben Yedder. Jawel, nummer 6. We komen 1-0 achter door Ronaldinho. Ja, jammer dat die scoorde. Yo! Waarom doet Ronaldinho de yo mensen? Waar slaat dit op? In de 33e minuut, Jopie Cruijff, die schiet hem bij... Ja, dan... Oh mijn god, hoe kan het er nou niet in? Jopie, jongen, ongelooflijk. Scoorde 1-1 met, ja, Mbappé. In 59e minuut, nou, gaat Jopie weer... Oh, weer op de lat. En dan krijgt hij denk ik de rebound weer... Nou ja, hij mocht er niet in hoor. Hij mocht er niet in deze pot. Maar daarna maakt Mbappé ook nog eens een premium swalbe. Krijgen we een penalty. Oh, jawel, goaltje, lekker hoor. We winnen deze pot. En... Psych! 93e minuut, jawel, de 2-2. Fantastico. In de verlenging maak hij ook nog eens de 2-3. Met Traoré, Adama, waarom vraag je me zo? Het is voor onzin. Neymar maakt wel de 3-3. En dus gaan we weer naar... Oh, jawel, daar is hij weer. Pingels. Hij mist de eerste pingel, lekker zeg. Ik mis ook mijn eerste pingel. En ik dacht, er is iets mis met mijn controller. Maar ik dacht, ja, het zal wel. Hij scoort de pingel daarna. En moet je even kijken. Mijn controller heeft gewoon een afwijking naar links. Je ziet hem gewoon even naar links trekken. Dit is geen grap. Dit is serieus. Ik heb er niet mee geslagen of iets. Het is gewoon een nieuwe controller. En ja, dit kan toch niet? Ik scoorde hem eigenlijk wel, maar ik was hier al zo boos. Ik dacht van, ik ga het zeker verliezen hierdoor. Maar ja, ik ging er toch maar voor. Hij scoorde 2-1. En besef hier, wat je hier ziet. Op het moment dat ik zeg maar mijn penalty mag gaan nemen, begint mijn ding al naar links. Nou, dan weet je dat je controller echt helemaal stuk is. We scoren wel de 2-2. Hij scoort de 3-2. Ik scoor met mijn kapotte controller de 3-3. Hij mist en ik scoor. Fantastisch. Ik win met die kapotte controller deze wedstrijd. Het is ongelooflijk. Een nieuwe controller kopen en dan is die linker stick gewoon stuk. En dan ook in menu's proberen en zo. En hij gaat gewoon legit naar links. Het is echt te bizar voor woorden. Wedstrijd nummer 16. Kan we tegen een moa-team. Gewoon een moa-team. Ja, en dan krijg je karma op je neus. We verliezen. 1-5 ook. Jezus. 12-4 in de Weekend League. Pot 17 komen we 1-0 voor. Uiteraard Mbappé. Hij scoorde wel de 1-1 met normale Griezmannen. Hè? We scoorden 2-1. En we scoorden 3-1. En dan zijn we tegenstander te reageren. Wat lekker. Pot nummer 18 komen we weer niet tegen Ben Yedder. Ongelooflijk. Wel tegen een leenspeler icon, maar ik mag deze Weekend League niet meer zeiken over leenspelers. Van ja, ik heb ook met leenspeler Atal de winnende gemaakt. Dus ja. We komen 1-0 voor door. Uiteraard. Mbappé'tje. En de 2-0 echt een heerlijk doelpunt van Frenkie de Jong. Daarna komt Cruijff mooi langs de keeper. En die schiet de 3-0 binnen. Erg lekker. Meteen is er klaar mee. Hij is weg. Race weer nummer 8. En we gaan 14-4. Echt niet zeer. Ja, voor mij. Gewoon prima. We
wedstrijd nummer 19. Ja, daar is hier weer een beignetje nummer 7. We komen op 1-0 door Mbappé. We komen op 2-0 door onze smikkel Neymar. En mensen, deze video had heel veel, ja, hoe noem je dat? Druk en snelheid. Dus doe even rustig, sluit even lekker je ogen. Het beeld zal even op zwart gaan en denk gewoon even aan je innerlijke zelf. Heb je dat gedaan? Mooi. Goed zo, nou doe je ogen weer open. What the fuck? 5-2? Hoe kan dit? Ongelooflijk, wat een choke. Het wordt eigenlijk wel 5-4, maar ja, het mocht niet baten. We verliezen deze pot. We gaan 13-5. Potje nummer 20. Oké, ja, team is... Oké. We komen op 1-0 door een penalty. En de bal verdwijnt terwijl ik een penalty in het doel schiet. Dat is op zich knap. Het is ook wel de speciale truc van Jopie Kruijf. Hij scoort de 1-1 met Neymar. Hij scoort ook helaas de 1-2. En daarna ben ik aan de aanval om even goed te gaan voetballen in de avond. Oh, no signal. Ik had de voedingskabel van Matty's PlayStation die ik had gepakt om deze weekend te spelen, die viel eruit. Want die moet je blijkbaar, want hij heeft een of andere rare Amerikaanse voeding, moet je er extra goed induwen, anders zit hij helemaal niet goed vast. Ja, daar kwam ik dus ook achter. En daardoor had ik dus dit als een rage quit. Ik weet niet of ik gewonnen had, maar ja, tuurlijk had ik gewonnen. Tjongejonge. 13-6. Oh my god. Wedstrijd 21 tegen een whack team. Dit team is whack. Ha. Karma. We verliezen met 3-1. Ongekend. En we gaan 13-7. 13-7. Waar je staat dat ik 14 wins heb. Ik heb even terug gezocht en blijkbaar heb ik ergens een potje niet opgenomen. Die ik wel gewonnen heb. Ja, het is een wonder. Kijk, je zou me niet geloven als ik het alleen zou zeggen. Maar hier kan je toch echt zien dat ik 14 wins heb. Dus ik laat jullie hier gewoon een random goal zien van Mbappé. Oh, wat een doelpunt. En we wonnen die wedstrijd. Hele andere wedstrijd. Maakt niet uit. We gaan nu 14-7. Pot 22 komen we weer tegen Bayern. Nummer 8. En geen slecht team. Heel goed team maken. Hoe kom ik tegen zo'n team als ik 14-7 ga? Hoe kan dat? Hoezo skill-based matchmaking? Ik ben ziek slecht. Kom heerlijk op 1-0 voor door Mbappé. Dan maakt het 1-1 met Hazard. Dan maakt het 1-2 met Bayern. Dan maakt het 1-3 met Hazard. De 1-4 met Ben Yedder. En dan maakt ook nog de 1-5. En jongens, jullie weten wat dit betekent. Wat dit betekent? Dat is geen Nederlands. En jullie weten wat dit betekent. Geen elite. Weer geen elite. Vanaf 14-8. Maar ik mocht Matten niet teleurstellen. Ik moest goud 1 halen. Want dat had hij zelf ook altijd. Want hij is zelf ook slecht. Pot 23 tegen de hakboeren. Komt 1-0 voor de Mbappé. Daarna krijgen we een pingel. En ja, daar is Kruijf. En die doet weer de verdwijntruc. Jawel. Balletje weer helemaal weg. 2-0. Ik win deze wedstrijd. En we gaan 15-8. Pot 24 tegen Kubo. Nee, Kubo doet het niet. Komt op een werelds 1-0 voorsprong. Jopie. Fantastisch gedaan. Jopie is ook degene die de 2-0 scoort. Deze aan de rage quit. Jawel. Rage quit nummer 8. Lekker. En we gaan 16-8 in de week. Link. Pot 25. Mbappé scoort de 1-0. En daar blijft het bij. 17-8. Nummertje 26. Een prima team. En hij heeft de gouden geit. Maar volgens mij is de gouden geit niet heel bijzonder meer. Aangezien tegenwoordig iedereen volgens mij de gouden geit heeft. Aangezien, ja, als je gewoon een beetje Weekend League speelt. Ja, dan is het wel makkelijk. Kom 0-8 door Neymar. Maar ik ga niet meer verliezen. Ik scoorde 1-1 met Mbappé. Ik scoorde 2-1 met Jopie. Ik scoorde 3-1 met Mbappé. Yo! Ik scoorde 4-1 met Mbappé. En dan gaan we 18-8. Erg lekker. Pot nummer 27. Moet ik gewoon winnen. Zeker de sliding van zijn Zambrotta. Hij krijgt panel en rood. En dan weet je, als hij een spel de score. Ja, dan lieft hij. Oh ja, mis. Ja, je had al kunnen raden. Mis. Uiteraard mis. Hij komt ook op 0-1 door Neymar. Met 10 man. Ongelooflijk. Kon ik de 1-1 met uiteraard Mbappé. Kon ik de 1-2 nog ook nog met die Osimhen. Het ongelooflijk. Kon ik de 2-2 met Mbappé. Echt Mbappé. Ik denk dat hij echt 50 goals voor mij heeft gemaakt deze weekend. En dan in de 92e minuut. Jawel, daar is hij. Ronaldo schiet hem heerlijk binnen. Goed voorzetje van Robertson. En zo winnen we deze wedstrijd. 19-8. Nog eentje winnen. Ik mag nog twee verliezen. Dit moet toch lukken. Wedstrijd nummer 28. Komen we tegen een aardig team. Niks mis mee. Met onder andere SCN. Ja, dan is het eigenlijk wel meant to be. Dit potje moet ik winnen. En zoals je ziet, we beginnen lekker. Mbappé, ja, die creëert zijn eigen rebound. Schiet op de paal. Maar hoppakeetje. Daarna schiet hij me gewoon lekker in. Gullit maakt 2-0. Dat is zijn allereerste goal in deze hele Weekend League. 28 potten. En Gullit scoort maar 1 keer. Tantoe slecht. Echt overhyped die speler. Ik ga je echt haat voor krijgen. Messi scoort nog de 2-1. Maar het maakt allemaal niks meer uit. Want we winnen deze pot. We behalen goud 1. Ben ik blij mee. Ben ik gewoon blij mee. Gewoon redelijk. Weer geen elite. Maar oké. Okay. Ik accepteer gewoon dat ik slecht ben. Nou. Jawel. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe alsjeblieft een duimpje omhoog. Doe het nou. En abonneer op mijn kanaal. Daar word ik ook blij van. Ja, lachen. Leuk lachen. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Zeg like video aan de volgende keer. En ik zeg doei. Adios. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen. Beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen. Wauw. Je ziet mijn haar en je denkt daar komt de dubbel in. Oké, mensen, de mop van vandaag. Er lopen twee cementzakken over straat. Zegt de een tegen de andere. Hey, het gaat regenen. Zegt de andere. Geef niet. Daar word je hard van.